Hey daar en welkom bij een nieuwe video van Julia de Hoef. En vandaag doen we een hashtag Real Talk, want ik ga even met jullie wat over hebben. Face-to-face of tenminste nu camera tot beeldscherm. Want ik wil het hebben over iets waar ik echt super hard mee struggle en dat is time management. Ik ga je uitleggen wat time management inhoudt volgens mij. Ik weet niet of dit volgens de officiële time management normen waar is, maar... You know, I'm just trying. Time management houdt dus in hoe besteed je je tijd hoe. Dat is echt de meest logische en simplistische uitleg die ik ooit had kunnen verzinnen ervoor. I'm very sorry. Trouwens, als je ook afvraagt waar ik ben in zo'n hele witte omgeving. Ik zit niet in een gekkenhuis zoals je altijd al wel had gedacht. Ik ben namelijk op werk, zoals je kunt zien met mijn coole Y-Limit Swipes sweater. Die zijn niet te koop, dus je krijgt er niet één. Ik heb er wel een stuk of vijf, van die heb ik meegenomen. Oké, maar waarom heb ik zoveel moeite met time management? Dat komt omdat ik echt... Uit mijn vorige video's hebben jullie denk ik allemaal wel ontdekt dat ik echt gewoon een hele waslijst heb. Met verschillende dingen die ik moet doen en verschillende taken. En het is echt just... I can't. En het heeft op een gegeven moment wordt het zo veel en zo heftig dat je niet meer weet... wat ik moet doen of hoe ik het moet regelen. Ik ben op zich oprecht... gewoon gestrest. En stress is... Heb je mijn vorige video gezien van op het strand? I want that back. I want to go there. I want to be that. Er zijn een paar dingen die me triggeren. En dat zijn de woordjes... Jewel, wil je netwerken en geld? And I'm like, where do I sign? Op een gegeven moment heb ik zoveel taken aangenomen dat ik gewoon een hele stapel heb aan taken. En die moet ik natuurlijk allemaal afvinken, maar ik kom er gewoon niet aan toe. En ik ben natuurlijk niet de enige die dit heeft. Heel veel studenten hebben dit. Het hoeft niet alleen maar te zijn met filmpjes maken en werken en school. Het kan ook zijn dat je een hele moeilijke thuissituatie hebt waar je heel erg veel aandacht aan moet besteden. En daarnaast nog moet studeren. Of je moet daarnaast studeren, maar je moet natuurlijk ook betalen voor die studie zelf. Dus dan moet je daarnaast heel veel werken. Zoals, Ayn, wat ga ik doen? Snap je? Op een gegeven moment moet ik gewoon tegen een paar mensen, tegen een paar dingen kunnen zeggen van... Yo, luister, it's freaking enough. It's done. Je moet ook gewoon tegen een werkgever kunnen zeggen van... Oké, weet je, nu trek ik het niet. Nu, at this moment, nah, I can't. Maar over, weet ik veel, een jaar of zo, of anderhalf jaar... Ben jij bereid om me dan terug te nemen wanneer ik dan wel weer tijd heb? En het antwoord zal meestal zijn ja, als jij gewoon je werk goed doet. Kijk, if you're shit at your job, dan nee, stop gewoon. Maar als je er goed in bent, dan zullen ze heus wel zeggen... Oké, kom maar naar een jaar terug. Maar geef dat wel alsjeblieft aan. Ja, dat is eigenlijk alles. Dat is eigenlijk mijn hashtag real talk. Julian hashtag gestrest. Hashtag real talk. Hashtag what do I do? Hashtag ik ben te moe geworden. Hashtag ik slaap door alles heen. Hashtag maar ik slaap ook te laat. Hashtag Julian knows. Hashtag you.